Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Need for Speed Most Wanted. We gaan verder met de Mercedes SLS en we gaan daarna met de Audi A1. Dus dat belooft leuk te worden. Moet eerst deze race nog gaan doen. Die we in de vorige part al hebben gedaan, maar die moeten we verbeteren. Dus dat gaat leuk worden. Denk ik. Dat was deze paarse, ja, die hebben we nog nooit eerder gezien. Oh, trippy! Paars en roze. Barbie! I'm a Barbie girl in a Barbie SLS. Nog wat. Ik weet het al niet meer, want het is vroeg en ik ben nog niet echt helemaal wakker. Dus wacht ook niet de beste stuurmanskunst voor mij, maar... Ah, het komt vast wel goed. Het is een sprintrace, dus dat vind ik op zich altijd wel fijn. Als ik eerlijk ben. Sprintraces. Oh. Busje. Dus pakketbezorger die straks een pakketje komt brengen. Yay. Als het goed is. Maar dat is nog niet helemaal zeker, want de bestelling is er nog steeds niet uit. Oh crap. Vandaar dat ik er ook wat vroeger uit ben en weinig slaap heb gehad. Oh fuck. Ik zag die auto gewoon, maar mijn Mercedes tankje wou dat niet. Niet leuk. Niet leuk. Oh oh. Nee, motherfucker. Hey, 4GT. Aangenaam. Oh oh, rotte, puur. Rotte, jij SLS. Kom op SLS, je kunt dit. Jij bent zo krachtig met je 6,3, niet de motor. Verkeerde kant op. Nee, you got to be fucking kidding me. Het kwam ook net door het beuken eigenlijk. Dat het net niet helemaal goed gaat. Shortcut. Shortcut. Vervolgens draaien we zelf ook op. Dus dat was niet echt de beste uitschakeling ooit. Domme. Dit nog inhalen, jongen. Ga ik al heel hard lachen. Wow! Wow! Dat haalden we nooit in. Vuile game, niet lief! We springen gewoon over de fucking 4GT heen. Wie had dat ooit? Nee, de Porsche was dat trouwens. Was de Porsche overheen sprongen. Dat was niet lief. Zeker niet. Dat was gewoon fucking apart. Dat was echt apart. Oké, overnieuw dan chain reaction. Race starten, nog een keer. En ik ga niet met elke auto echt alles halen. Op een gegeven moment dan heb ik al genoeg gehad van de auto. En dan schakel ik gewoon over naar een ander. Dus denk nog niet van, oh nee, dat wordt helemaal een SLS. En ik haat de SLS zo net. Niet dat jullie eigenlijk allemaal zo denken of praten met zo'n stemmetje in je hoofd. Maar... klinkt tenminste anders dan mij. Hoop ik. Tenminste, ik hoop niet dat ik normaal op die manier klink. Nou ja, ik kan het wel nadoen. Oh. Kom eens hier, Porsche. Oh, fuck. Net zo kwamen er mooi twee lampjes aan, hè. Net die twee motherfucking lampjes. Niet gezond. Op wat Move it. Ik ga agressief spelen, joh. Move it. Hey, aan de kant, jongen. Mijn muur. Rechtsaf. Zo, het vliegt er ook een doorheen en die knalt ook ergens tegenop, dus die zit vast. Hey jullie, weg. Oh ja, uitschakeling. Terminated, bitch. Oh ja, zie je ons driften. Als een baas, ik word wakker. Blijkbaar. Hey, naar links. Ik maak die fout niet nog een keer. Iets te drastisch naar links zelfs. Maakt niet uit. Shortcut. Oh crap.
Kijk, zo doen we dat. Waarom zijn mijn lampjes aan het knipperen? Dan gaan mijn lampjes aan, dan gaan mijn lampjes uit. Rechts. Waarschijnlijk omdat het donker is en dan weer licht. Oh. Oh. Bam. Lichtgewicht chassis. Zie, we komen er wel. Als we ons best maar doen. Als we ons best maar doen. Ja, die gaan we gebruiken. Die andere hadden we al. Hij is een klein beetje kapot. Nou niet meer. Volgende race. Oh, die is dichtbij. Oh. Nine. Starhouse. Die heeft Starhouse. Storehouse. Stakeout. Ik las het een beetje samen. Hallo, Isles. Deze hebben we een keer gehad. Oh, fuck ja, yeah, dat was deze. Jesus Christ. Jesus Christ. En als je niet weet wat daar een beetje op moet lijken, dat is die dude van South Park. Die SM gay lord van Mr. Garrison. Die zegt weer, Jesus Christ. There's something here. Jesus Christ. Oh, heck yeah. Ha! Bitchy, jullie vinden me hier nooit. Ik was verscheept naar China. Oh. Hi. Aangenaam. Wow! Wat een verborgen kuil zat daarin dan. Oké, hier komen ze dan niet toe. Uit. Nee, uit zei ik. Oh my god! Zag je dat nou serieus? Er kwam echt een dude aan, hè? Dat meen je niet, ik zit hier bovenop, jongens. Maar er kwam echt een dude aan. De hel, die zag ons alleen. God dank niet. Hoi, Dak. Oeh, nice. Nieuwe manier van over de brug. Ja, blijkbaar. Oh ja, driving skills, hè? Oeh, hekje. Hier ben ik nog nooit geweest. Ik ben überhaupt hier nog nooit geweest, echt. Oh! Hier is dan morgen geparkeerd zo. Onze tijd wordt er niet echt beter op zo. Kom op! Kom op! Mooi, oké, we hebben het nog wel gehaald. Binnen de 2 minuten 30, dat is niet de beste tijd zoals je ziet, maar dat maakt niet uit op zich. We hebben het in ieder geval gehaald, op de eerste plek. Hoge topsnelheid, ja prima, die doen we niet. En eens even kijken. Volgens mij nog 2 races. Zo eerst die even weer wegklikken. Ik vind het nog steeds irritant, vind het slecht. Race starten. Schilder dat we de races kunnen starten, daar gaat het net iets sneller van. Het is natuurlijk wel het leukste om overal alles van te unlocken, dus dat ga ik ook wel, wel proberen. Maar als het echt gewoon 4 keer achter elkaar misgaat, dan geef ik het ook op, zeg maar. En dan pakken we gewoon de Audi A1 al. Zo simpel is het. Die voor ons rijdt. Oh. Jij. Hoezo zijn er 3 van die dingen? 3 van die Audi A1'tjes. En ook 3 SLS'jes dan. Wat
Nee, Audi R8 en de Mercedes. Ik schakel echt iedereen uit, jongen. Ik tik iedereen neer. Kom dan, jongen. Kom dan. Wat wou je dan? Hoeveel? 5,2 kilometer. Oké. Okay. Oh. Hoppa, ik spring gewoon naar de overkant. Naar de goede kant. Come to the dark side. Nee. Nee. Bocht naar links. Die ik goed wil maken. Maar echt opletten, want ze zitten wel vlak achter ons. Hier zit een auto ergens, denk ik. Nee. Valt me mee. Wel een badass drift erbij. Daar wel een auto. Ja, dat dacht ik al dat zij de shortcut daar pakken. Move it, bitches. Met de moves like Jagger. Dat was heel vals. Maar dan ben je. Denk ik. We komen er wel. Als eerste nog. Hopen dat die auto in de binnenbox zit. Wel een probleem. Nee, goddank niet. We zijn wel redelijk dicht bij de finish. Moeten we het wel even goed gaan doen. Kijk, zij moeten we het wel even goed gaan doen. Oh, die hebben die auto wel ontweken in ieder geval. Dat is een troost. Ja, daar zijn we dan over de finish. We hebben het alsnog gehaald. Nog slechter met een paar honderdste dan de vorige keer, maar... Het is ook wel een lastige race op zich. Zeker wel. Ja. Die ook installeren. Nog één raceje met de S-Lash. En zijn we klaar. Oh ja, mensen wilden weten waar die auto's naartoe gingen. Die verdwijnen gewoon uiteindelijk. Als het goed is. Tenminste, weet als ik niet weet. Verdwijnen die gewoon op een gegeven moment. Maar... We zullen zien. We blijven even achter de S-Lash aan. Hè? Oh, kijk, ik krijg wel politie. Dat gebeurt. Oeh, kut. Aan het afkoelen en we crashen. En volgens mij is hij nou ook gewoon weg. Ja, hij rijdt nergens meer, zoals je ziet. Hij is gewoon pleiten. Hij is gewoon weg. Dus, wow, what the fuck. Door wie werden wij nou aangereden dan? Je ziet hem ook niet meer rijden verder, hè? Nee. Oh, wat een invoegwerk. Ah, rare zooi. Omdraaien. Maar ze verdwijnen dus op een gegeven moment gewoon. Als jij crasht, dan verdwijnen ze. Blijkbaar. Dus waar ze heen gaan, weet ik niet. Maar dat was de vraag. Iemand wil weten waar ze heen gingen, ja. Ik heb geen idee. Naar Sprookjesland. Naar Doraland. En dan gaat Sweepers allemaal jatten, al die auto's. Dus Dora staat er elke keer als politieagenten. Sweeper, niet stelen! En dan Boot staat er als, als paard, maar als politie op paard. En dan is Dora op Boot. Wat best fout klinkt misschien, maar dat is het dan. Oh. Oh, net de muur niet geraakt. Oké, heel mooi. Oh, nog een tonnetje meenemen natuurlijk. Daar gaan we dan. Wat eerst om Night Boost ontgrendelen. Deze race hebben we nog niet gehad eerder. Daar moest ik dus ook heen rijden. Dus gaan we ook weer een video kijken. Yay! Leuk werk is dat. Heel leuk werk. Oh, kijk eens. Werkt mooi. Het is prachtig. Gewoon geweldig mooi. Zoveel lampjes. Het zal waarschijnlijk inhouden dat het een police chase is. Maar... Oh, nee, valt mij. Zit gewoon in een race. Oh. Dat valt er mee. Daar hebben we de Maserati MC Stradale met zijn mooie geluid.
Een van de mooiste klinkende auto's in deze game. Voor de mensen trouwens die zich, nou zoals jullie weten trouwens, misten er best veel auto's. Maar voor de mensen die zich afvroegen van, hey, waar is Ferrari eigenlijk? Ferrari geeft al behoorlijk aantal jaren geen rechten meer aan videogames waarin je de wet overtreedt. Dus circuitraces zoals met Forza en Gran Turismo zouden ze nog wel moeten hebben. Of kunnen hebben in principe. Maar zoals Need for Speed, waar je te hard rijdt op de echte wegen, zeg maar. Terwijl die wegen niet bestaan, maar volgens Ferrari wel. Daar willen ze gewoon niet meer wat mee te maken hebben. Dus vandaar dat ze nooit meer in de Need for Speed zullen komen. Maar je gaat altijd boven de wetten en dergelijke, bla 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 bla. En tegen de politie. En dat wil Ferrari niet hebben, want dan zijn ze zielig of zo. Ik weet niet wat hun probleem is. Ik vind het tenminste een beetje zeikerig. Iedereen doet dat, Audi, Koenigsegg, alles. Bugatti, dat boeit hun allemaal niks. Want ze weten, iedereen weet wel, dat er een verschil zit tussen games en de werkelijkheid. Dus ja, hoe ver wil je gaan zeiken, vind ik. Maar daarom zit dus Ferrari niet in de game. Nogmaals, voor de mensen die het zich afvoeren. Dus dan weet je dat ook weer. Weer wat geleerd. Kijk eens, jullie leren nog eens wat van mij. Fuck. Wat zei ik? Ik zag die auto aan me. Korte versnellingen pro. Zitten wij nou ook met de korte versnellingen dan? Ja. Kutzooi, ik zat in het menu. Niet dit. Het is niet slim om te gaan doen, hè, tijdens het rijden. Nou, kom op, spawn mij. Oh my god. Ik zei spawn mij, niet in een rampage. Nou, we hebben acceleratie, goddank, aangeklikt. Dat zijn we hier wel nodig. Niet lief. Goed zo. Brave SLS. We moeten hier wel even uitkijken, want hier maken sommige lightjes snelheid. Die lampen die knipperen echt elke keer, joh. 300. Moeten we hier zo die bocht goed doen? Dan zit ook nog zo'n fucking muurtje. Ik haat dat fucking muurtje. Oh, daar hebben we de finish al. Bam! We hebben ze allemaal gehad van de SLS. Als een motherfucking baas. Hebben we die gehad. Eindig in de top 3. Even kijken. Die gaan we niet gebruiken. Die gaan we wel gebruiken. En die gaan we ook niet gebruiken. En dan glitst het geluid weer. Ik weet echt niet wat dat is met dat geluid. Zo, eens even naar kijken als het kan. Als Easy Drive weg is. Easy Drive, ga weg. Sjoe, sjoe. Of nee, kom weer trouwens. Eens even kijken hoe en wat. Oh ja, ik kan niks vinden. Ik heb even gekeken. Misschien dat er iets rare kink in de kabel zit. Maar die zit er niet. Dus ik weet niet wat het probleem is. We hebben ze wel vaker gehad. Maar ik denk, kijk even maar. Ik zie het niet. We gaan de andere auto pakken. De Audi A1 Club Sport Quattro. In het park. Die vind ik het leukste. Nou ja, het leukste. Maar vind ik een mooie plek. Laten we het daarop houden. En naar de Audi A1 komt de Bentley Supersports. Daarna de Jaguar. Misschien de McLaren, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Als die er überhaupt in komt. Maar we hebben die al een keer mee geraced en eigenlijk. Dus ik weet nog niet helemaal zeker. En de Marussia komt daarna ook nog. En tegen die tijd zal Black Ops 2 er ook zijn. Dus dat lijkt me zo wel goed gepland. De Audi A1 Club Sport Quattro. Zoals ik zei, wel kijken of... Ja, is ook rear-wheel drive. Die game die valt dus gigantisch hard. Het is de Club Sport Quattro. Quattro staat voor Audi's vierwiel aandrijvingssysteem. Wat dus inhoudt dat alle vier wielen draaien. Het is een vierwiel aandrijving. En dat is een van de beste vierwiel aandrijvingssystemen in de wereld. Daarmee hebben ze in de rally ook altijd gigantisch veel gewonnen. Totdat de rally organisatie besloot van nee, jullie zijn te snel, niemand kan dat evenaren. Jullie zijn geband uit de rally. Maar toen werd eigenlijk de hele rally volgens mij geband, de hele groep B rally.
geen enkele auto mocht weer, want dat sloeg gewoon nergens op de snelheid die zij haalden. Volgens mij heb ik dat dan een keer uitgelegd. Nee, ik heb nooit echt dirt video's gemaakt. Maar in dirt staat die auto ook altijd aan. Die auto is echt belachelijk snel. Echt belachelijk snel. Maar dus, daarvan komt de Quattro af. En dat is dus echt een vierwiel aandrijvingssysteem. En de game zegt gewoon van, nee, ik maak het rear-wheel drive, anders kunnen jullie niet driften. Dat is wel jammer, vind ik. Kijk, tuurlijk, de game is geen simulatie. Dat is wel overduidelijk als je 10 seconden rijdt. Maar laat dan tenminste die auto's een beetje zo zoals ze zijn. Dus ze zijn Quattro, dus laatste Quattro. De Lancer en de Subaru, die hebben ook vierwiel aandrijving. Laat die dan ook gewoon zo zijn zoals ze zijn. En je moet het niet gaan aanpassen voor dat. Dat vind ik een beetje jammer. Maar niks aan te doen, de game is daarom nog wel leuk. Die auto stuurt echt raar hoor. Laat, langzaam vind ik. Hij ziet er wel leuk uit, maar hij ziet er een beetje apart uit trouwens. Ja, laat hem zeggen. Ik vind die velgen echt afschuwelijk nog steeds. Dat heb ik al een keer gezegd volgens mij, maar ik vind ze echt afschuwelijk. Ik vind het echt niet mooi met dat wit in het midden. Dat stoort mij echt gigantisch. Oh, dat ging me net goed. Maar hij stuurt echt een beetje langzaam, heb ik het idee. Als ik nou naar rechts ga, dat duurt echt heel lang voordat hij daadwerkelijk naar rechts is, zeg maar. Hetzelfde als hier. Hier vond ik het ook. Kijk, hij schiet gewoon door. Nou ja, een beetje apart. Ja. We driften er gewoon op los en dan komen we er wel. We hebben dus al een keer een race gedaan in de Audi A1. Dus die doen we niet overnieuw, dat is logisch. En daarom hebben we Nitro ook al. En waarschijnlijk ook op rood banden. En we zijn alweer bij de finish bijna, dus gaat lekker. Daar zijn we gefinished. Is niet mooi. Het is prachtig. Prachtig om te zien. We zijn er bijna weer bij de 1,8 miljoen speedpoints trouwens. Dat is echt ziek. Gaat echt snel. VCCC, ja, dat gaan we nog wel even gebruiken, want we hebben nog niks anders geïnstalleerd. Verder, we hebben echt een minimalistisch spoilertje. Ik vind hem qua dat echt niet mooi. Dat meen ik serieus. Audi A1 vind ik hem mooi, maar zoals het hier is, nee. Ik weet niet. Spoiler bovenop vind ik in dit geval lelijk op deze manier. Ik heb ook een spoiler op mijn gehaald erbovenop, maar die loopt gewoon vlak met het dak en dan naar beneden. Maar deze, die steekt bovenuit. En dat vind ik niet mooi. Als het bovenuit steekt. Hey, fast focus. Waar ga jij heen? Waar gaan jullie? Oké. Dus waar de auto's heen gaan is dat ze hem flippen. Ze denken net dat ze naar Harry Potter moeten rijden ofzo. Door de muur heen en shit. Dat klopt echt de ballen niet, man. Nou, show me where you go. Joho. Hoppa. Oh. Oh. Muur. Daar is die. Ik zie hem nog. We weten dat we hem nu kwijt zijn. Hij reed daar denk ik nog. Nou ja, pech gehad. Ik weet dus niet waar ze heen gaan. Volgens mij kun je het niet echt volgen. Ik zie je weer in de volgende part. Verder met de Audi A1. Dus laters.